Suriname is de grote winnaar van het Caribbean Gospel Song Festival, CGSF, 2023 geworden. Het contest is op zaterdag 10 juni op Curaçao gehouden en Suriname werd vertegenwoordigd door Rumarlo Lont, Demaris Amautan en Kenia Domini. De drie slaagden erin het grootste deel van de prijzen in de wacht te slepen. Het trio zong de Sterren van de Hemel en veroverde in de categorie Duo, Trio de eerste prijs. Het trio werd ook beloond met de prijs voor de Best Dressed Group. Het Caribbean Gospel Song Festival is een jaarlijks terugkerend evenement. Sterke vrouwen kiezen niet voor de slachtofferrol. Ze vinden zichzelf niet zielig en wijzen niet naar anderen. Sterke vrouwen gaan aan de slag. Met deze motiverende woorden van Ruma's voorzitter Emmy Hart is het project Kraka de Mama Fudimbirti voor Paramaribo op zaterdag 10 juni van start gegaan op het terrein van de Openbare Nijverheidsschool aan de Kafulidinstraat. Het project kwam tot stand door een samenwerking tussen Stichting Ruma's, de presidentiële werkgroep Wijken in Ontwikkeling en het bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning. 2 dagen lang worden handvaten uitgereikt aan ruim 60 alleenstaande moeders om zich op een positieve manier te kunnen profileren binnen de samenleving. Het ministerie van Onderwijs en de Federatie van Bijzondere Schoolbesturen in Suriname, FIBOS, vervolgen het onderwijscurriculum met Anansi de Spin in de klas. Deze stap volgt na een gelijknamig pilotproject waarbij 7 scholen warm zijn gemaakt voor Anansi in de klas in de vorm van een mini-voorleesochtend. Naast Corridoro en Cool is het nu tijd voor het internationaal onderwijsprogramma Anansi. Wie niet sterk is, moet slim zijn in de klas. Cultureel erfgoed en de oorsprong van inspirerende verhalen worden geïntegreerd binnen het inclusieve onderwijs, omdat het verbindt en perspectief biedt.